Het is levend. Hè? Geen dode componisten. En het is ontstellend energiek. En ja, dat is wel heel gaaf. Speciaal voor deze samenwerking heeft Jan Gerrit Adema dit keer een nieuw stuk gecomponeerd, gebaseerd op bestaande muziek van Lucien Fort. We kijken naar welke liedjes zijn er hip. We kijken natuurlijk wel naar leuke platen die op dit moment gewoon goed in de markt liggen. En uit een selectie van platen die ik had voorgesteld aan Jan Gerrit, heeft hij gekozen van nou, dit zijn de liedjes waar ik echt wel wat goed op kan schrijven. Daar heb ik mixmomenten gemaakt en daar heb ik een orchestratie op gemaakt. En goed, dat is een geheel geworden van, ik denk, bijna 3 kwartier muziek. Hartstikke gaaf. Maak je nooit mee zoiets. Dus het is hartstikke leuk om te doen. Het is al een keer gedaan, maar daar was ik nog niet bij. Toen zat ik wel in het orkest. Dus daar lijkt me leuk. Ik was toen in de zaal, het klonk echt gaaf. Toen. Yo, Basbom! Somebody make some noise! Voor de geboren Dordtenaar Lucien Fort betekent het dat hij voor even terug is op het oude nest. Want de bekende DJ begon zijn muzikale carrière in dit orkest. Ik heb saxofoon gespeeld. En daarna heb ik heel veel andere dingen gedaan. Maar uiteindelijk is het wel tof om dan weer terug te komen bij het orkest in mijn huidige configuratie als house DJ. Het is heel lastig. Om het allemaal straks gelijk te krijgen is het echt heel lastig, maar met deze mensen die hier zitten lukt dat wel.